en leuk dat je kijkt naar de allerlaatste aflevering van Lovers en Haters. Want er zijn allemaal hele leuke, hysterische en grappige momenten voorbijgekomen. Maar we bewaren natuurlijk de beste voor het allerlaatste. Want zo zijn er natuurlijk in de edit een aantal scènes die de edit net niet halen. Maar die hebben we gewoon even op een rijtje gezet. 3, 2, 1. Wow. Dat is gewoon gedrukt. We hebben één hater. Ja, ik hoop dat ik ooit groen word. Het is toch niet een one-night stand? Een booty call kan toch ook met iemand zijn met wie je een connectie hebt? Ja, maar waarom zou je het dan alleen daarbij houden? Omdat iemand verder een hele irritante lach heeft. En saai is om mee te praten. Ja. Maar de seks is goed. Maar dat je hebt wel een seksconnectie. Ja. Sommige mensen kan je toch een seksconnectie mee hebben en sommige een persoonlijke connectie. Nou, dan hoop ik dat ik die ooit vind. Kijk even naar Gabi. Het is toch heel normaal? We zitten er nu soms heel gek over te doen, maar het moet toch gewoon kunnen? Ja, toch? Daarom moet je gewoon eerlijk zijn. Ja, ik ben het met je eens, toch? Met een booty call, waarschijnlijk loopt het niet uit op een relatie. Oké. Okay. Ja, ja. 3, 2, 1. Ik heb een vriendin uit Finland en die heeft 4 BBL's gehad en die kan ze gewoon niet op normaal op een stoel zitten. Oh. En zij vindt het helemaal geweldig. En zij... Ja. Hoe zit jij dan eigenlijk? Ja, gewoon op mijn bil. Ja, maar als je dat net hebt gedaan, kan je niet echt zitten, toch, denk ik? Nee, de eerste keer heb ik echt een soort van een bed moeten maken. Dus met grote kussens en dan een leegte ertussen. En dat ertussen laten zweven. Want als je erop gaat zitten, dan maak je de vetcellen dood. Maar ik ben gewoon echt super wit. Maar het was gewoon super recht aan de achterkant. Ja. Ik had hip dips. Dus dat is wat ik heb op laten vullen. Ik heb het wel natuurlijk gehouden. Een Nederlands meisje was daar toch aan overleden? Ja. Hadden ze volgens mij het vet uit haar buik gehaald en dan terug in haar billen. En hadden ze net in een verkeerde bloedbaan of zo teruggespoten. En toen is ze de volgende dag overleden. Ja. Verschrikkelijk lijkt me dat. Ja, en als je dat hoort, Joël? Ja, fucked up, man. Denzel, als je in deze groep een fuck, marry, kill zou moeten doen... Hoe zou die eruit zien? Dan zou ik... Fuck, marry, kill. Nee. Ik weet wat je zegt. Moeilijk dit, echt moeilijk. Kijk me niet zo lang aan, bro. Maar je zegt toch gelijk, nou, oké, fuck, logisch, jullie hebben kind gekregen. Mary, ja. Hoe is het? Jullie zijn jullie verloofd? Nee, nog niet, nee. Nog niet? Hey, hoor je dat? Nee. Schrijf je mee, Farry? Ja. Willen jullie graag trouwen? Ik wil wel trouwen. Ja. Ja, ik ook. Wanneer, weet ik niet. Maar ik wil wel trouwen, ja. Ik wilde altijd trouwen als die kleine er was. Die kleine is er nu, dus kan elk moment, denk ik. Elk moment? Ja. Dat kan nu gebeuren. Nu, dan moet het een jaar zijn. Vraag maar nu ten huwelijk. Dat zou wel epic zijn. Ja. Dat die volgens zijn veter gaat strikken, weet je wel. Dat iedereen daar paniek raakt. Ik ben niet echt heel erg van de feestjes. Met kinderen is sowieso alles anders natuurlijk. Dus je moet zorgen dat je 's middags al een beetje dronken wordt in plaats van 's avonds. Gewoon sneller pieken. Ik heb wel eens een afterparty gehad en daar werden dan van die ballonnetjes gedaan. En er was één zo'n gast die ging dat stiekem doen. Ja. Omdat zijn vriendin het niet mocht weten. Maar die was ook op die afterparty. En wat die gast deed, die ging met die ballonnetjes ging die in de wc staan. En dan ging die daar zo'n ballonnetje nemen. Ja. Zij stiekem in die wc. Maar op een gegeven moment had hij te veel gehad. Dus die wc-deur klapte open en hij viel zo'n knock-out uit die wc. Dus die vriendin, wat de fuck gebeurt hier? Dus dat weet ik nog van een afval. Ja. Frazi, waar ligt bij jou een beetje die grens? Ik kijk echt het liefst alleen naar mezelf, niet naar de counterpart. Je weet toch, ik vind sowieso niet dat je jezelf, dat je elkaar dingen moet opleggen. Ja, maar bijvoorbeeld dronken zoenen op een avond? Nee, natuurlijk niet. Wat? Natuurlijk niet vreemd gaan. Dat is echt zwaar. Dat mag wel in jouw relatie. Nee, bij mij niet. Nee, bij mij niet, maar ik bedoel meer van, mensen hebben andere grenzen toch? Ja, maar dat is wel zo. Sommige mensen hebben inderdaad een hele open relatie en zo. Maar zo open ligt dat niet. Maar ik bedoel... Kom op, man. Je mag best aardig doen. Mevrouw die mag best aardig doen tegen een andere man of wat dan ook. Inderdaad, ook flirten. Wel, daar ligt ook wel een bepaalde grens. Juist, ja, maar die kent zij van mij en die kent zij van zichzelf. En gelukkig ligt dat op één lijn, dus ik hoef haar niks op te leggen, snap je? Ja, vind je dat ook belangrijk bijvoorbeeld bij man, hoe die eruit ziet? Ja, ik vind wel belangrijk dat man verzorgd moet zijn. Maar wat is een afknapper bijvoorbeeld? Een afknapper is vieze tanden. Ja. Oh, daar kan ik echt niet tegen. Het hoeft niet per se nep en allemaal recht te zijn. Geen, dat hoeft niet. Geen facings. Geen facings hoeft niet per se. Okay. Ja. Maar ik wil wel dat het gewoon gezond en draag gewoon even een beugeltje als je tanden scheef staan bijvoorbeeld. En poets ze gewoon heel goed. Dan vind ik het prima. Dus tanden echt, allerbelangrijkste. Lach. Iemands lach vind ik belangrijk.
Joegie, jij hebt ook best wel veel meegemaakt natuurlijk met uitgaan. Wat is het gekste wat jij ooit hebt meegemaakt op een VIP-deck? Het was een ultra in Korea, in het Olympisch Stadion. Je dat ga was je op Korea. In Korea was er een VIP-deck en daar stond een... wat is het, een Hyundai denk ik of zo? Was een auto die daar... En daar zag ik tijdens het optreden iemand opklimmen. En die ging in die auto zitten. En die viel daar in slaap. En toen wij in de auto. En toen wij klaar waren met optreden, zag ik hem dat hij aan zijn benen eruit werd getrokken. uit de auto. Ja, ja, dat hoop ik. Dat hoop ik. 3, 2, 1. Hey. Wat ik wel bizar vind, ik kijk op YouTube heel vaak van die YouTube Shorts. En dat heet dan The Car Guy. Dat is dan, ik weet niet of jullie dat kennen. Ja. Er is dan iemand die loopt dan zeg maar gewoon naar een hele dikke auto toe. Oh ja, die ken ik ja. Hoe kom je aan deze auto? En het zijn bijna allemaal crypto. Of OnlyFans. Ja, precies. En OnlyFans mensen. Maar wel mensen die daar het grote geld pakken inderdaad. Nou ja, over geld gesproken. OnlyFans is ook echt iets nieuws waar mensen heel veel geld aan verdienen. Ja, wanneer begin jij met een account? Hè? Hebben jullie dat ooit overwogen? Ja, er circuleert waarschijnlijk voor mij al wat op het internet. Het is ook dat ik het naar Jan en Alleman, ja precies, Jan en Alleman stuur. dus dan heb je zoiets, had ik er net goed geld voor kunnen vragen. Ja. Maar ja, goed, aan de andere kant. Pff. En als je kijkt naar wat ik in mijn DM's af en toe krijg, ook met deze hele guiche op, dan hoef ik niet veel te doen. En dan zou ik best wel, er zou echt een verdienmodel in zitten als ik wel iets kittiger pakje aan zou hebben. Dus je zou het ook kunnen overwegen? Er is voor alles een niche. Oké, is echt zo. Vroeger had ik heel veel armhaar en daar schaamde ik me dan heel erg voor. Het was echt van die donkere haren ook. Als je dan zo zat, dan had ik altijd het idee dat iemand naar mijn arm keek. En niemand scheerde toen de tijd zijn armen. En dan zei iedereen, dat ga je toch niet doen? Ik deed dat dus vroeger ook. Want ik had ook zulke lange zwarte... Maar als ik dan op vakantie ga, dan wordt het helemaal blond. Dan vind ik het helemaal leuk. Ja, dan is het niet erg. Maar in de winter. Nee, maar dan zei iemand maar ik ging het wel gewoon stiekem scheren. Ja, maar ik durfde dat niet. Want iemand zei tegen mij, als je het scheert, komen ze harder en dikker terug. Maar dat is niet waar. Nee, dat is helemaal niet waar. Nee, dat is helemaal niet waar. Miss Cartier? Ik vind het heerlijk. Ja, je moet er gewoon direct in zijn. Ik denk dat het in de gay scene en zeker op applicaties daar makkelijker voor zijn, dat die dat verwachtingspatroon er ook niet bij zit. Ja. Dus dan is het echt zoiets van, zin of je stuurt gewoon een paar foto's of je krijgt ze binnen en dan is het helemaal prima. Oh, maar dat is zo lekker duidelijk. Dan weet je wat richtlijnen zijn. Ja, zeker. Ja. Ben je foto's gewoon... Nee, ik ben geen echte vrouw, sorry. Nee, maar je weet meteen wat je in huis houdt. Nou ja, dat wel. Dat is heel duur. En ik vind het niet, ik vind het helemaal niet erg om binnen te krijgen. Ja, misschien had ik zo dat ook wel even gewild hebben dat ik meteen wist waar ik aan toe was. Nou ja, dat is wel echt lekker. Nou, ik denk dat er te veel om dingen wordt heen gedraaid. Oh, is dat waarom mannen dickpics sturen? Dan weet je gelijk waar je aan toe bent. Is dat het? Oh, is dat de reden? Wel, ze sturen denk ik een dickpic, zodat jij denkt van... Let's go, dit is een boerderkool. Dat is steeds gewoon een onderwerp wat ik lastig vind. Van waarom stuur je een dickpic? Is het een macht? Is het van, ze heeft het gezien? Of is het voor de boerderkool, denk ik. Want ik wilde erop... zitten. Miss Cartier, ben jij wel eens ook op een boddere manier de deur geweest na een boerderkool? Oh ja, ik heb alles gehad. Ja? En ik heb ook aan de andere kant gestaan. En was het botste wat je ooit hebt gezegd of hebt gehad? Niks. Dat is dan een ghost. Dat vind ik het botste eigenlijk. Gewoon... Want dan zeg je niet waar het op staat. Of dan is het zoiets van, inderdaad, ik ga werken. Goed verhaal, lekker kort. ik heb een tia. Oh, nee, dat kan ik niet zeggen. Nee, dat kan ik niet zeggen. Maar, het is wel een goede excuus. Zie je, dat werkt altijd. Heb je dat wel eens gebruikt? Nee, dat niet. Heb je wel eens gebruikt dat je het niet lekker voelde? Nee, ook niet eigenlijk. Maar dat is niet slim, want dan weten ze dat je toch weer beter wordt over het algemeen. Terminaal. Kan ik meer. Dat ben ik vanaf nou, hè? Jezus. Bedankt voor het kijken en laat in de comments even weten wie jij volgend seizoen op de stoelen wil zien zitten. En dit was hem dan jongens, tot volgend seizoen.